De Evangelische Broedergemeente Suriname, de EBGS, heeft vanmorgen het startsein gegeven voor een tweedaagse medewerkersconferentie. Het uitgangspunt van de conferentie is het nader belichten van 55 jaar zelfstandige uniteitsprovincie Suriname. De conferentie is in de vergaderzaal van de Stadszending van de Burenstraat gehouden. Volgens Precis Desiree Berwick is deze conferentie belangrijk omdat de medewerkers hiermee een bijdrage kunnen leveren aan hun gemeente. Berwick zegt verder dat de jeugd jammer genoeg niets weet over de geschiedenis van de EBGS. En wij hebben een hele rijke geschiedenis, benadrukt de Precis. Mensen die hun leven hebben gegeven alleen om het evangelie hier te brengen en te verkondigen. Eigenlijk door hun inzet zijn we vandaag wie we zijn en wat we zijn. Dus we mogen heel dankbaar terugkijken. Als we kijken naar de IBG, dan zien we dat de IBG een plaats heeft verworven binnen de samenleving. We zijn niet alleen maar kerk, we hebben op het gebied van onderwijs, we hebben scholen. Vandaag aan de dag hebben we meer dan 60 scholen nog steeds. Op medisch gebied hebben we pionierswerk gedaan in het diepe binnenland. De IBG is begonnen met polyklinieken in het binnenland, op de eilanden, Stoelmans Eiland en Tejumu. We hebben ook kinderen opgevangen, weeskinderen, noem maar op. We hebben internaten, we hebben een jeugdcentrum. Dus de IBG heeft een heel belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van de samenleving. In de maand augustus herdenkt de EBGS tal van activiteiten. Enkele zijn de start van de hernuttersmaan en de komst van de Duitse zendelingen. Volgens de Precis heeft de EBGS daarom besloten ook in deze maand een conferentie te organiseren die gekoppeld is aan 55 jaar zelfstandige uniteitsprovincie Suriname die op 1 januari herdacht is. En eigenlijk heeft die zelfstandige verklaring ook te maken met die Tweede Wereldoorlog. Omdat toen werden de Duitse zendelingen, die werden opgepakt door de toenmalige overheid. En het werk kon dan niet meer gefinancierd worden vanuit het buitenland. Waardoor men tot het besluit is gekomen van nou, eigenlijk moeten we toch zelfstandig gaan worden en het zelfstandig gaan runnen. Dus vanaf toen. Ik denk dat als medewerker je een grotere bijdrage kan leveren en je kan ook veel meer waardering opbrengen voor jouw kerk, voor je organisatie. Als je de geschiedenis kent, als je weet welke offers er zijn gebracht, wat de verworvenheden zijn. En ik mag zeggen dat de Duitse zendelingen ons een geweldig erfgoed hebben nagelaten. Precis Desiree Berwick van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Hij sprak vanmorgen bij de opening van de medewerkersconferentie. De conferentie duurt 2 dagen en wordt morgen afgesloten.